Hi jongens, tof dat jullie kijken naar een nieuwe Let's Play. En deze gaat een stuk langer duren dan de vorige Let's Play, dus veel kijkplezier. En dan ben ik het winkelcentrum uit. En ik kan natuurlijk niet weggaan zonder iets supercools. En ik heb een superleuk zadel die ik al erg graag wou. We gaan zo meteen naar de boot. Oké, ik wacht nu op de boot en dan gaan we naar Jarnaheim. Oké guys, we zijn in Jarnaheim aangekomen en we gaan nu richting Stijn. Daar zijn we dan bij Stijn en even kijken. Ja, voor deze missie gaan we zoals gewoonlijk de paarden eten geven. En hiervoor krijgen we 20 joppet schillingen. Laten we naar de paarden gaan. Voor staan ze. Dan gaan we die eten geven. En hopelijk ga ik dus zometeen een goede reputatie krijgen hier. Zodat ik de volgende quest kan doen. Iets met Hermans vakantie was het, geloof ik. Oké, laat ik even de paarden eten geven. En dan gaan we terug. De paarden hebben eten, laten we snel teruggaan naar Stijn. Hopelijk krijgen we nu nog een quest. We zijn bij Stijn, even kijken. Ja, we hebben de opdracht uitgevoerd. Ja, jee, ik kan eindelijk de quest doen. Hermans vakantie namelijk. En mijn reputatie is verbeterd. Even kijken. Oké, hij wil dus nu meer zeggen over het geheim van Herman, want we wou die eerst nooit toegeven. Even kijken wat hij dat precies wil. Oké, we moeten naar het huisje gaan. Ja, hier verderop, heel dichtbij. Maar daar moeten we Herman gaan zoeken. En je moet 3 keer kloppen, want dat is het geheime inlogwachtwoord blijkbaar. We krijgen hier 50, je verschillingen voor, en 100 XP. En hier is het huis, hier gaan we zo meteen naartoe rijden. Oké, Itzy. Wat ik zelf wel apart vind is dat Herman buiten staat, terwijl we moeten kloppen. We moeten blijkbaar 3 keer kloppen. Laten we dat dan maar gaan doen. Even zien. Van paard afstappen lijkt me wel handig. Even langs Herman. En dan klikken we 3 keer. En dat moet dan 3 keer kloppen voorstellen. Ja, oké, het lukt. Herman staat daar, dus laten we maar snel even kijken wat hij te zeggen heeft. Oké. Hij is in zijn huis gebleven, zegt hij, omdat hij erg bang was dat hij dus moest werken daarvoor. En hij wil het GGD. Wil juist niet dat dat doorgaat, want dat is dus een slechte, hoe zeg je dat? Slecht bedrijf die allemaal kwade bedoelingen heeft. En hij vraagt of ik hem wil helpen daarin. En dat wil ik natuurlijk, dus deze quest gaan we sowieso aannemen. Oké, ik moet nu Hermans huis binnen. Daar zijn we dan. Even kijken wat Herman nog meer te zeggen heeft. Eens zien. Oké. Herman zegt tegen ons in deze quest dat ik hem wil helpen in zijn plan. Want hij wil. Even kijken. Oh ja, hij wil namelijk dat wij. Dat ik het dus aanneem. Zodat ik lijk of ik voor de GGD ga werken. Terwijl ik hun alleen maar bedrieg. Ja, dat is eigenlijk het plan. Ik moet hem dus helpen. En ik moet zometeen naar het GGD bouwbedrijf. In stad Jarnaheim. Dus laten we daar zomaar naartoe gaan en hiervoor krijg ik 5 XP en 5 joppet schillingen. Oké, daar zijn we dan. We zijn bij mevrouw Drake, als ik het goed uitspreek. Even zien. Oké. Oh, ik heb hier een begonnen met de reputatie op te bouwen bij het GED hier in Jarnaheim. En zij zegt tegen ons dat ik voor haar moet komen werken. Ze is erg verbaasd. Maar ze wil eerst mij testen of ik alles wel goed kan en of ik betrouwbaar ben. Wat ik natuurlijk eigenlijk niet moet zijn. En ik moet nu een opdracht doen, even checken. Ik moet een test doen, zoals je nu ziet. En daarin stelt ze me allemaal vragen. En ik denk dat ik dit niet goed ga doen. Want ik moet dus heel streng zijn, volgens haar. En hiervoor krijg ik trouwens ook een shirt en een rokje. Oh, ik ben gefaald. Ik ga het nog een keer proberen. En hopelijk lukt het. En als het lukt, dan laat ik het jullie sowieso zien. En dan gaan we verder met de quest. Oké, jongens, het is me eindelijk gelukt. Ik probeerde het wel vaak, maar het is me gelukt. En ze zegt nu dat ze me niet zo had ingeschat. Zo sluw zou ik maar zeggen. En dat ik hier misschien wel zou kunnen werken. Maar ze gaat eerst mij een paar testen laten voltooien. En trouwens, ik heb een shirt. Even kijken naar opdrachten. Nou ja, ik laat eerst wel het shirt en het rokje zien dat ik heb gekregen.
Even kijken. Ja, ik heb ze gevonden. Kijk, dit kreeg ik. Ik zal het jullie even beter laten zien. Even draaien. Ja, dit kreeg ik van haar. En ja, zo ziet het eruit. Oké, we gaan nu verder met de quest. Ze heeft 3 quests voor ons. Oké, nou, de eerste quest. Even kijken. Oké, ik moet naar een bouwbedrijf rijden van de GED. En ik moet daar even controleren. En ik moet daar erst verzamelen. Oké. Oké, daar zijn we dan. Ik zei dat we het moesten controleren en erst moesten gaan zoeken. Maar ik hoef dus alleen nog maar erst te zoeken. Want controleren moet ik pas later doen. Ik had het namelijk al gezien in een andere video hoe deze quest eruit zag. Even kijken. Oké. We hebben het. Laat ik nog even verder op zoek gaan en dan rijden we weer terug. Oké, ik heb nu het erst gevonden, maar ik moest nog even naar Herman. Want we gaan dat erst inruilen voor grondsteentjes, wat dus helemaal niks waard is voor het onderzoek. Dus ik ga die vrouw bedriegen. Laten we maar weer teruggaan. Oké, daar zijn we dan bij mevrouw Drake. En zij geloofde het met die steentjes. En ik heb nu nog 2 opdrachten. Ik denk dat ik die even alle 2 pak. Aangezien ze denk ik op dezelfde plek zijn. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Oké, daar zijn we dan. Ik moest deze man even gaan melden. Eigenlijk vragen of hij alles goed gaat. En het gaat goed, dus laten we terug naar mevrouw Drake. Oké, even zien. De personeelsinspectie is voltooid en ik moet nu een kopje koffie gaan halen voor mevrouw Drake. Oké, even zien. Hier halen we het kopje koffie. Oké, het is gelukt. Mevrouw Drake is blij met de koffie. En ik ga even hiernaar kijken of ik nog een quest heb bij mevrouw Drake. Anders gaan we iets anders doen. Oké, even zien. Ze heeft nog een quest voor ons. Zelfs 3. Dus we gaan even niet iets anders doen. Ik denk dat ik ze allemaal tegelijk aanneem. Want het is in hetzelfde gebied. Dan rijden we zo naar dat gebied. En ja. Oké, deze zielige meneer moest ik helaas ontslaan. Volgens mevrouw Drake. En ik ga zo meteen naar Herman. Oké, even zien. Oké, volgens Herman gaat het plan goed. Dus laten we er vooral mee doorgaan. En we gaan nu terug naar mevrouw Drake. Oké, we hebben alle opdrachten netjes afgerond bij mevrouw Drake. Dus we gaan hier morgen, als het goed is, weer mee verder. Oké, even zien. Even kijken hoor. Ja, er komt zo meteen hier een race en daar ga ik aan deelnemen. Ik doe mee aan de Jorvik Stal Race. Hij begint over 10 minuten en hopelijk kom ik in de top 3 te staan. Oké, jongens, de wedstrijd is afgerond en ik ben echt super blij met. Ik ben namelijk eerste geworden en dat ook de eerste keer met Apple Crisp. Oké, eens zien. Ik heb het vaantje net gepakt. Hij staat erg leuk. Maar bij deze wil ik ook de video afsluiten. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!